In deze video ga ik het hebben over mannen die aan het lijntje houden. Ik ga het hebben over de manieren waarop ze aan het lijntje houden. Ik ga het hebben over hoe je kan herkennen dat een man je aan het lijntje houdt. En ik ga het hebben over twee soorten mannen die aan het lijntje houden. En waarvan de ene iets nader is dan de andere soort. Maar voordat we dat doen, laten we eerst beginnen met de verschillende fasen waarop je aan het lijntje gehouden kunt worden door een man. De eerste fase is de datefase. Dit is de man die ik wel contact met je houd. Bijvoorbeeld je hebt hem ontmoet via een datingsite of je kent hem via via. En via WhatsApp of Tinder of Happn of waar de hippe mensen van tegenwoordig nu allemaal op zitten. Blijft hij wel contact met je houden. Hij blijft je wel berichten sturen. Hij blijft wel geïnteresseerd. Hij vraagt bij wijze van spreken iedere dag hoe het met je gaat en wat je die dag voor lunch gehad hebt. Maar als het op afspreken aankomt, dan geeft hij niet thuis. De tweede is de relatie. Dit is de man met wie je scharrelt, met wie je date, die misschien wel met je af wil spreken, die misschien wel leuke dingen met je wil doen, die wel bereid is om met je naar bed te gaan. Maar op het moment dat je het gaat hebben over een relatie en je wil iets serieus en iets duurzaams met z'n tweeën opbouwen, op dat moment, dan kan het ineens niet. En de laatste is een man met wie je al wel in een relatie zit, maar jij wil de relatie naar een volgende stap brengen. Bijvoorbeeld je wil samenwonen, je wil kinderen krijgen, je wil samen voor het eerst op vakantie gaan of trouwen of een huis kopen of wat dan ook. Simpelweg je wil de relatie naar het volgende fase brengen, maar om een of andere reden is er steeds een reden waarom dat niet kan en zegt hij steeds nou misschien later wel. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad in alle fasen wanneer een man je aan het lijntje houdt. En dat is misschien later in de toekomst. We kunnen misschien wel, deze man zou bijvoorbeeld zeggen, ik heb nu geen tijd om met je af te spreken, maar na mijn zomervakantie over 6 weken, ergens in begin oktober, heb ik misschien wel tijd om je te zien, bijvoorbeeld. De man die geen relatie wil, die zegt bijvoorbeeld, ik moet nog over mijn ex heen komen. Ik ben nu niet in een fase in mijn leven waar ik toe ben aan een relatie. Of ik wil gewoon zien hoe het loopt. Ik wil er niet te veel druk op zetten. Dat is deze man. En deze man die in een relatie niet wil trouwen of nog niet wil trouwen. Ja, want dat is een beetje het verschil. Je hebt een man die bijvoorbeeld als je zegt tegen een man, hey, wil je met mij trouwen? En hij zegt nee, dan houdt hij niet aan het lijntje, houdt hij niet voor de gek, weet je precies waar je aan zit. Maar dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, ik wil wel met je trouwen als we genoeg geld gespaard hebben, want ik wil een fantastische bruiloft met 3000 mensen. En dit is een beetje de rode draad bij al deze drie situaties. Als een man bijvoorbeeld letterlijk nee tegen je zegt, stel bijvoorbeeld, je zegt tegen een man, hey, zullen we dinsdag wat gaan drinken? En hij zegt, nee, ik wil niet met je gaan drinken. Dan houdt hij niet aan het lijntje, maar dan wijst hij je gewoon simpelweg af. Of als je zegt, hey, ik wil een relatie met jou. En hij zegt bijvoorbeeld, nou, ik vind het hartstikke leuk om met je naar bed te gaan, maar verwacht niet veel meer van dan dat. Of stel bijvoorbeeld, je zegt, ik wil met je trouwen. En hij zegt, nou, nee, ik wil niet trouwen, ik ga nooit trouwen, gaat niet gebeuren. In zo'n situatie houdt een man je niet aan het lijntje. De rode draad is dat er altijd een reden of een excuus is waarom het op dit moment niet kan, maar later wel. En dat is wat mannen vaak doen als je aan het lijntje houden. Ze zeggen tegen je, ik zou wel heel graag willen, maar op dit moment komt het even niet zo goed uit om reden, zus en zo. Deze man bijvoorbeeld, als een man constant contact met je blijft houden, via de WhatsApp of Tinder of wat dan ook. Een man blijft constant contact met je houden, maar wil niet met je afspreken. Dan zegt hij, ik heb het nu heel erg druk, maar nadat ik dit project op mijn werk heb afgemaakt over 6 weken, ergens midden oktober, dan heb ik wel tijd om een keer een kopje koffie met je te kunnen drinken of nadat ik op vakantie ben geweest of wat dan ook. Als een man dat soort dingen zegt, niemand heeft het zo druk dat hij niet tijd kan vinden om een kopje koffie te drinken. Zeker niet met een vrouw die jij heel erg leuk vindt. Wat er in werkelijkheid aan de hand is, hij is vaak met iemand anders aan het daten op dat moment en hij wil je gewoon warm houden voor het geval dat met die andere persoon niet goed gaat lukken of wat dan ook. En daar gebruikt hij dan zijn werk, zijn vakantie, zijn verhuizing of de verbouwing waar hij in zit. Ik
had laatst een vrouwelijke cliënt die zei, ja, die man die kon 6 maanden lang niet bij mij afspreken, want hij was zijn huis aan het verbouwen. Nou, niemand heeft het zo druk dat hij geen tijd heeft voor een kopje koffie. Deze man die wel met je af wil spreken en leuke dingen wil doen, maar als je een relatie ter sprake brengt, ineens niks gaat doen. Deze man zegt dingen als van, ik heb bindingsangst, ik kom net uit de vorige relatie en ik moet die relatie gewoon nog verwerken. Ik ben niet aan een fase toe in mijn leven waarin ik aan een relatie wil beginnen. Of ik vind een relatie vind ik zo'n verschrikkelijk stom woord. Laten we eerst gewoon rustig even kijken hoe het gaat tussen ons. Ik moet me druk focussen op mijn carrière. Al dat soort zinnetjes en vooral de ik ben zo sneu want ik heb bindingsangst verhalen. Ik heb helaas te vaak gehoord van vrouwen dat ze 3 jaar lang op een man wachten die bindingsangst heeft en geen relatie wil. En dan gaat het uit met die man en dan 3 maanden later wonen ze ineens samen met iemand anders. In de serieuze fase van de relatie zijn het vaak legitieme redenen die hij geeft en het zijn vaak praktische bezwaren. Bijvoorbeeld, ik wil wel met je trouwen, maar als we trouwen dan moeten we de perfecte bruiloft hebben. En daar hebben we minstens 45.000 euro voor nodig en dat heb ik nog niet. Dus laten we eerst gewoon de komende 10 jaar maar gaan sparen, zodat we dan kunnen gaan trouwen. Of, ik wil wel met je samenwonen, maar ik moet eerst dit praktische ding in mijn leven. Ik moet eerst, weet ik veel, mijn kind moet naar de basisschool zijn geweest. Of mijn kind die moet dat gedaan hebben. Of carrière gewijs wil ik eerst dit en dat opgelost hebben. En dan pas kan ik met je samenwonen. En het lastige hiervan is dat deze redenen vaak best wel legitiem klinken. Nou, hoe kan je bijvoorbeeld, als deze man zegt, ik heb op dit moment druk en ik wil met je afspreken, kan dat ook gewoon waar zijn? Ja, kan het ook gewoon druk hebben? Of als iemand zegt van, hey, ik ben nog niet toe aan een nieuwe relatie, kan dat gewoon waar zijn? Als iemand zegt, hey, er is een praktisch bezwaar waarom we niet naar de volgende fase in onze relatie kunnen gaan, kan dat gewoon waar zijn? Nou, hoe kan je dan herkennen of een man je daadwerkelijk wel voor de gek houdt, ja of nee? Nou, wat we daarvoor moeten doen, is dan moeten we eerst deze soort mannen, de mannen die aan het lijntje houden, opsplitsen in 2 groepen. De eerste groep is de groep die het opzettelijk doet. Dus de groep die je doelbewust aan het lijntje houdt, die je doelbewust voor de gek houden. En een tweede groep is de groep die het niet opzettelijk doet. En dat klinkt misschien een beetje gek, van hoe kan een man nou zonder kwade opzet je aan het lijntje houden? Maar dat gebeurt. En ik zal je zo uitleggen hoe je dat doet. Maar laten we beginnen met de groep die het opzettelijk doet. Want dit is de naaste groep. Dit zijn de mannen die het eerst wil herkennen en waar je zo snel mogelijk bij weg wil blijven. De mannen die je opzettelijk aan het lijntje houden, bijvoorbeeld omdat ze je willen gebruiken voor de seks, of omdat ze eigenlijk maar gewoon het fijn vinden om een relatie te hebben totdat ze iemand beters gevonden hebben, of die je simpelweg via de app aan het lijntje houden omdat ze aandacht willen, of die mannen die zeggen van ja, ik ga mijn vrouw verlaten voor je, maar nooit de intentie hebben om dat überhaupt te doen. Dat zijn de naaste groep mannen en daar wil je ook vers bij uit de buurt blijven. Wat je zult zien met deze mannen is het volgende. Deze lijn, dat is de hoeveelheid tijd, energie en moeite ze in jou investeren. En in het begin is dat enorm veel, simpelweg omdat ze je aandacht willen. Ze kunnen in het begin enorm charmant zijn, heel hard hun best doen, zich het vuur uit de sloffen lopen, simpelweg om het jou naar de zin te maken. Totdat jij hun ook leuk gaat vinden. En dan gaan ze steeds minder en minder en minder doen. Gaan ze steeds minder hard hun best doen. Gaan ze steeds minder tijd in investeren. Waar hier stuurt je 30 keer per dag een berichtje en hier misschien 1 keer in de 30 dagen bewijzen van. En dan gaat hij naar het minimale wat hij hoeft te doen om jou in de buurt te houden. Dus hij zoekt de ondergrens op van wat is het minimale wat ik aan aandacht en liefde en aardige dingen moet doen om ervoor te zorgen dat ze nog bij mij in de buurt blijft. En zodra hij dat gevonden heeft, dan blijft hij stevast op die ondergrens hangen. En misschien op het punt dat jij het helemaal beu bent en dat je dreigt weg te gaan, doet hij even weer ietsje meer zijn best om simpelweg 2 dagen later daar weer terug te komen. De opzettelijke mannen zijn ook rechtlijnig. Ze hebben rechtlijnige, goede, duidelijke verklaringen. Hij heeft een duidelijke reden waarom hij niet met je af kan spreken. Hij heeft een duidelijke reden waarom hij geen relatie met je wil. Bijvoorbeeld als hij 1 keer zegt, ik heb bindingsangst, blijft hij daar voor altijd rechtlijnig in. En heeft hij nu eenmaal bindingsangst en hij is nou helemaal zo en
Je moet er ook niet over zeuren. Het is ontzettend duidelijk wat er aan de hand is. En hij heeft een logisch klinkende verklaring die onoverkomelijk is, waardoor het niet gaat lukken. Simpelweg omdat als je liegt, dan is de wereld vaak veel eenvoudiger en veel simpeler. Want de waarheid, onze emoties zijn niet zo duidelijk en makkelijk te omschrijven. Maar als je liegt, dan kan je het heel makkelijk en heel simpel doen. De mannen die je niet met opzet aan het lijntje houden, dat zijn die mannen die twijfelen. Soms heb je mannen die, neem nou bijvoorbeeld de relatie. Als een man echt daadwerkelijk bindingsangst heeft, dan zal je zien dat hij constant op en neer zal gaan met van de ene keer wil hij van alles, de ene keer maakt hij fantastische vakantieplannen met je en dan 3 dagen later gaat het allemaal weer veel te snel, schiet hij in de paniek. Of in de datefase, de ene keer zegt hij ja, laten we dinsdagavond afspreken en dan dinsdagmiddag op het laatste moment zegt hij weer af. En dan zegt hij ja, 3 dagen later, ja ik wil toch wel weer met je afspreken en ga zo maar door. De mannen die twijfelen, die gaan constant gaan ze heen en weer. En deze mannen kunnen je dus heel lang aan het lijntje houden met hun twijfels. En dat doen ze niet opzettelijk, maar dat doen ze simpelweg omdat ze zelf in de war zijn. Omdat ze zelf niet weten waar ze aan toe zijn. En ze vinden jou wel leuk en ze willen graag doen wat jij wil. Maar tegelijkertijd is er iets anders bij hun wat hun tegenhoudt. Nou, hier valt vaak nog wel iets van een compromis te vinden. Deze mannen zijn gewoon heel naar. Nou, wat zijn de belangrijkste signalen van deze mannen die het opzettelijk doen? Het eerste ding waar je altijd op wil letten is hoe overtuigd en hoe duidelijk vertelt hij je wat het probleem is waardoor jullie niet naar die volgende stap kunnen gaan, wat die volgende stap dan ook is. Als hij het volstrekt duidelijk, helder, simpel kan verwoorden, dan is de kans enorm groot dat hij je gewoon opzettelijk aan het lijntje houdt. Tweede belangrijke signaal wat je zult zien met deze man is dat hij vaak over meer dingen zal liegen. Je zal merken dat hij over andere dingen misschien al wel gelogen heeft in het verleden. En als een man al gelogen heeft in het verleden is de kans groot dat hij in de toekomst ook over grotere dingen zal gaan liegen. En het derde ding is, zijn woorden komen vaak niet overeen met zijn daden. Als een man bijvoorbeeld zegt, ik vind je heel erg leuk, maar ik kan je maar 1 keer in de 2 weken zien op dinsdagavond, dan is er iets aan de hand. En wat er dan gebeurt namelijk is, hij zegt ik vind je heel erg leuk en ik wil veel bij je zijn, maar wat hij doet is het tegenovergestelde. Dus simpelweg, hij heeft misschien wel allemaal hele mooie, hele lieve woorden, maar zijn daden kloppen niet. Daarom is het ook altijd zo belangrijk dat je kijkt naar wat een man doet en niet naar wat een man zegt. De man die je niet opzettelijk aan het lijstje houdt. 1 is, hij twijfelt, hij is onduidelijk, hij is verward, hij kan zelf eigenlijk niet helemaal goed omschrijven wat het probleem is. 2, hij bedenkt zich constant, dus hij gaat constant heen en weer met de ene keer wil hij iets wel en de andere keer wil hij iets niet. En 3, zijn acties zijn enorm tegenstrijdig. Nou, in beide gevallen word jij aan het lijntje gehouden, in beide gevallen is wat die man doet niet goed en niet leuk. Hier zijn nog wel wat opties. Deze mannen, ja, die verdienen het eigenlijk gewoon om kinderloos te sterven en uit de evolutiepool gehaald te worden. Maar let op, nu je weet hoe je kan herkennen dat een man je aan het lijntje houdt, is er 1 groot gevaar. En dat is simpelweg dat je gaat denken dat iedere man je aan het lijntje houdt. Je hebt, grofweg heb je 3 soorten vrouwen. Je hebt aan de ene kant heb je de groep vrouwen die ontzettend naïef zijn, die zich hopeloos verliefd in iedere relatie storten, terwijl de hele wereld en bij wijze van spreken je moeder en je tante in Marokko die je 1 keer via FaceTime gesproken hebt, al weet dat die man je aan het lijntje houdt en je voor de gek houdt en jij zegt nee, het komt wel goed en het gaat allemaal geweldig en je ziet het niet, je bent blind. Dat is zeg maar de ene groep vrouwen die nooit doorhebben dat ze voor de gek gehouden worden. Die worden vaak hun hele leven lang gaan ze ook van de ene naar de andere man. Nou, dat hoop ik eigenlijk met deze video een beetje te voorkomen. Aan de andere kant heb je een groep die denkt dat iedere man hun aan het lijntje houdt. En dat is een enorm gevaar als je bijvoorbeeld de neiging hebt om heel snel te gaan. Of je heel snel in nieuwe relaties te storten. Heel snel vooruit willen. Dat je bij wijze van spreken na 3 dates al begint over samenwonen. En dat die man zegt ho, niet zo snel. En dan dat je denkt, oh hij is niet serieus. Of oh ja, nou dan vindt hij me toch niet leuk genoeg. Laat maar, ik laat me niet aan het lijntje houden en voor de gek houden door zo'n soort man. Kijk daar dus mee uit. Als je
Als je met meerdere mannen achter elkaar hebt meegemaakt dat zij dit soort signalen gaan vertonen waarin het lijkt alsof ze je aan het lijntje houden, dan kan het ook heel goed betekenen dat het simpelweg is dat jij te snel wil. En dat is het grote gevaar. Dat je dan op een gegeven moment gaat denken dat alle mannen je aan het lijntje houden, maar in werkelijkheid is het iets wat jij doet, wat dat gedrag bij de mannen triggert. En nou, de derde groep vrouwen, dat is de middelste groep vrouwen, dat zijn vrouwen die met een gezonde argwaan relaties ingaan, die goed op blijven letten, die niet alleen ook kijken naar wat ze zelf zien van de man, maar ook kijken van, hé, wat zegt mijn omgeving hierover? Want heel vaak heeft je omgeving een ietsje neutralere derde blik erop en staan zij net iets neutraler in jouw relatie dan dat jij er zelf in staat, omdat je er zelf middenin zit. En dat is een beetje de gezonde manier om ermee om te gaan en om in ieder geval met een klein beetje argwaan altijd naar een man te kijken. Niet altijd maar te denken dat alles helemaal, ofwel alles is helemaal geweldig, ofwel alle mannen zijn nou helemaal rotzakken. Die twee zijn niet goed. Ergens in het midden kom je het meest gezond uit. Maar goed, je weet nu in ieder geval hoe je kan herkennen of een man je aan het lijntje houdt. Nou, als het zo is dat het duidelijk is dat hij in de categorie valt, dat hij het opzettelijk doet, nou, neem dan alsjeblieft afstand, ren weg, zet hem bij het grof vuil. Stel hem voor aan een vriendin van je waar je een hekel aan hebt. Doe wat je wil ermee. Maar je hebt ook nog de mannen die het niet opzettelijk doen. Nou, in dat geval zijn er wel een aantal dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je duidelijkheid krijgt en dat je ofwel verder kunt gaan of in ieder geval weet waar je aan toe bent. Nou, wat die dingen zijn, ga ik het nu niet over hebben. Volgende week ga ik een video daarover maken over wat je kan doen als je op dit moment aan het lijntje gehouden wordt. Nou, als je mij daarmee zou willen helpen, zou ik het ontzettend op prijs stellen als jij in de reacties onder de video kort kan laten weten hoe jij ooit aan het lijntje bent gehouden door mannen en wat de langste tijd is dat je aan het lijntje bent gehouden door een man. Let op dames, dit is geen competitie en er worden ook geen prijzen uitgedeeld als je extra lang aan het lijntje wordt gehouden. Maar je zou me er enorm mee helpen als je me kan vertellen wat jouw specifieke ervaring hiermee is. En dan kan ik dat meenemen in de video en kijken of we samen iets meer oplossingen kunnen vinden. Dus dat is het eerste wat ik van je wil vragen. Maar ik heb een lijstje. Daarnaast, als je die volgende video niet wil missen, dan kan je even subscriben. Dat is deze knop. Zoals je ziet kan ik ook kleuren tegenwoordig. Dat is ook weer een nieuw ding. Dat is trouwens niet waar, iemand anders heeft getekend. Maar het zou kunnen. Je zou op het duimpje kunnen drukken. Vraag maar in godsnaam niet waarom dit belangrijk is, maar het helpt voor mijn YouTube video's. En dan gaan meer mensen naar kijken, want hoe meer mensen op het duimpje klikken of zo, hoe beter het is. Er is een reden voor. Je zou me helpen als je op het duimpje klikt. Plus, ik vind je heel erg leuk. En doe maar gewoon even, oké? En daarnaast, als je meer wil weten over hoe je kan herkennen of een man je aan het lijntje houdt, klik dan even op de link in de omschrijving. Dan ga je naar een artikel waarin ik je meerdere signalen geef waaraan je kan zien of een man je aan het lijntje kan houden. Nou, dat is best wel wat. 1, dus laat een reactie achter met de manier waarop je aan het lijntje bent gehouden. 2, druk op de subscribe button als je niet al gesubscribed was. Waarschijnlijk ben je wel gesubscribed, maar zo niet, doe het dan alsnog. Zet het recht. Druk op het duimpje. En als je meer wil weten, lees het artikel. En dan zie ik je de volgende keer. Doei.